Op een hete vrijdagnamiddag, in het prille begin van de post-lockdown, gingen vier jonge mensen die hun eerste stappen zetten in de kunstwereld, vanuit de kunstschool of er net buiten, in gesprek met drie inspirerende kunstenaars. Vanuit hun afgezonderde Zoom-kadertjes, met het zweet op hun bovenlip, luisterden ze twee volle uren naar de verhalen van Sandra Heremans, filmmaker, Rachida Lamrabet, schrijfster en juriste, en Chokri Benchika, theatermaker. Over hoe hun ervaringen met discriminatie in de kunstensector hun pad mee hebben gevormd. We zenden dit gesprek uit in drie afleveringen, waardoor knippen en plakken niet te vermijden viel. Daarbij probeerden we zoveel mogelijk de koers van het originele gesprek te behouden. Maar, zoals dat gaat in gesprekken, lopen de onderwerpen en thema's in elkaar over. Wij lieten ons meevloeien. Hopelijk doet u dat ook. Chokri en Rachida zijn toch ook leerkrachten, hè? Dus hoe gebeurt er dan met jullie opleiding? Hoe geven jullie dan opleiding met aan jullie studenten over kunst en al die? Is een vraag. Ja, ik geef aan de Odyssee Hogeschool geef ik wel kunst en cultuur, maar ik geef aan de Universiteit van Gent discriminatierecht. En studenten. Ja, dat zijn individuen. Hè. Je hebt een jaar dat je een groep hebt die helemaal mee is met dat idee van antidiscriminatie, mensenrechten. En je hebt een jaar dat er een paar studenten tussen zitten die zeggen van ik weet het zo nog niet en overdrijven jullie niet. En hier is het toch goed. En bijvoorbeeld als het gaat over het dragen van de hoofddoek. Kijk, dat is toch voor hun eigen bestwil dat die hoofddoeken niet toegelaten worden op het werk of op school. Dat varieert. Hè? Dus omdat studenten ook gewoon ook mensen zijn zoals wij allemaal en allemaal verschillende opinies hebben. Dit jaar heb ik eigenlijk wel een hele toffe groep gehad van studenten die echt wel heel geëngageerd zijn en die echt wel doorhebben wat het belang is van mensenrechten en wat het belang is van en hoe discriminatie werkt en hoe racisme werkt. En hoe dat soms heel erg, moet ik het zeggen, het is niet meer zo flagrant of zo openlijk, discriminatie, maar je hebt daar bijna, het is bijna een soort van hondenfluitje. Je hoort het niet, maar het is er wel. En je moet heel slim zijn om het te kunnen ontrafelen of te kunnen detecteren en daar iets aan te kunnen doen. Dus dat is wat we dit jaar hebben gedaan. Dus ik denk, je moet praten met studenten, je moet studenten bronnen aanreiken die ze normaal gezien niet aangereikt krijgen. Hè? Er is zoveel. En ik weet dat het curriculum hier in Vlaanderen is ook heel erg eurocentrisch. Hè? De bronnen zijn ook heel erg eurocentrisch. Dus wat je kan doen, wat ik tenminste probeer te doen als docenten, is om die bronnen open te gooien. Om te zeggen, van kijk niet alleen maar naar de grote Europese denkers en schrijvers. Maar kijk eens ook aan de overkant van de oceaan, waar ook interessante dingen gebeuren. En iemand die ik heel erg belangrijk vind voor mijn cursus bijvoorbeeld, is Kimberly Granshaw. Is een Amerikaanse advocaat en mensenrechtenactiviste die heel dat concept van intersectionaliteit heeft uitgedokterd in de juridische wereld. Zij is advocaat. En om dat uit te leggen aan de studenten, waarom is dat belangrijk, dat concept? Wat kan ons dat helpen in onze studie van het recht en van mensenrechten? Dus op die manier probeer ik dat te doen. En soms met succes. En soms zitten er een paar tussen die wat tegenwringen en zeggen van overdrijf nu niet en jullie zijn bij ons en pas jullie aan. Ja, bij mij is het zo van wat ik eigenlijk probeer te doen vaak is ik heb een vak die ik geef, masterseminarie, waarbij ik het heb over fictie en realiteit en ook over exotisme in kunsten en zo verder. En het mooiste compliment die ik vaak krijg op het einde van het jaar is dat mensen op een andere manier naar kunst kijken. Het is ook wel zo dat vele studenten zeggen dat ze effectief door de les op een andere manier kijken naar kunst, dat ze eigenlijk ook zich niet bewust waren
hoe in, op een zeer eenzijdige manier dat ze naar kunst keken. Om maar een paar voorbeelden te geven. Soms lijkt bijvoorbeeld een bepaald project zeer sociaal geëngageerd, maar is het zeer paternalistisch. Hè? Waarbij dat je eigenlijk toch weer al hebt van de blanke kunstenaar die bijvoorbeeld in Afrika komt en die eigenlijk een paar zwarte, allez, kort door de bochten, zwarte fotografeert bijvoorbeeld, heel sterk esthetiseert vanuit een bepaalde blik. Die eigenlijk niet geïnteresseerd is in de context van in Afrika. Bijvoorbeeld, er is zo'n project, een artistiek project geweest. Ik ga geen namen noemen. Maar bijvoorbeeld, het gaat over die fotograaf, hoe noemt zij nu weer al? Lieve Blanca. Lieve Blanca, ja, Lieve Blanca, voilà, dat is het. Die in Zuid-Afrika, een hele fotoreportage. En dat was met, samen met een tv-maakster, Annelies Struijs, of weet ik wat, die eigenlijk vertelde hoe gruwelijk dat was in Zuid-Afrika. Die armoede die daar was. En die mannen die zo naar hen keken. En hoe dat ze zich bedreigd voelden. En zo gaat dat dan. En op het eerste zicht ziet dat een heel geëngageerd project uit. Maar op het tweede zicht ziet dat er zeer paternalistisch uit, want je krijgt natuurlijk geen enkele context van Zuid-Afrika. Je krijgt ook geen kritische blik over onze ontwikkelingshulp naar Zuid-Afrika en zo verder. Dus dat is maar één voorbeeld om wat er eigenlijk vaak in mijn lessen probeer ik te tonen van dat het op het eerste zicht allemaal geëngageerde kunst lijkt, geëngageerde interculturele kunst lijkt, maar dat het vaak gaat over exotisme enzovoort. En ik probeer hem dan ook andere voorbeelden te geven die ik dan wel interessant vind, die een verwarring veroorzaken, die eigenlijk het systeem durven in vraag stellen enzovoort. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ik doe in mijn lessen. Alleen is het ook wel zo dat je merkt ook in de kunstscholen dat er weinig mensen lesgeven die eigenlijk op een kritische manier naar de westerse kanon kijken. En dat is, vind ik wel zeer problematisch. Ja. Dus heel weinig kennis hebben over het koloniaal en over het postkoloniaal verleden. En nu zitten ze natuurlijk met hun handen in hun haar, want nu is dat de item. De studenten hebben zoiets van, come on, go for it. Maar je zit niet met genoeg personeel. En als je met dat personeel zit, dan zie je ze bijna niet staan. Want je hebt er eigenlijk al jaren niet naartoe gekeken. Sandra, doe maar hoor. Ja, ik wil daar gewoon aan toevoegen. Hè. Ik geef geen les, maar gewoon vanuit jullie ervaringen in het allerbegin van het gesprek dat jullie zeiden, en Noor, je zei zoiets van, ja, maar ik ben zelf een beetje blank. Maar dingen is, als je iets voelt in je dat een frictie is, ik heb ook een soort van witheid moeten deconstrueren in mij. Hè, want ik ben in Vlaanderen opgegroeid. Ik heb ook zo'n beetje met de paplepel een bepaalde type geschiedenis terechtgekregen. Maar dan, vanuit die frictie dat ik zou voelen, maar dit klopt niet, dat heb ik proberen om te vormen tot een kennis. Hè? Dus daarover te lezen, maar wat gebeurt er? Hè? Dat wordt dan eigenlijk mijn wapen. En ook een beetje de kennis om mijn familie te valoriseren. Hè? Ik weet nog, in de lagere school, wij deden een vaste voettocht. Hè, voor kindjes in Afrika te helpen. Ja, ik weet nog, ik zei dat dan tegen mijn mama thuis. En die reageerde daar zo op van, I really don't give a shit. Allee, dat heeft ze niet gezegd, maar zo, ja, oké, goed voor u. Maar gewoon dat, in het begin was dat zo'n beetje van, ha, maar waarom reageert hij zo? Maar daarna, door dat te om te vormen in een kennis, begrijp je die mechanismes. Van, die vaste voettocht, te wandelen voor de zwarte. Ook de Afrika dat ik kende, ja, Rwanda, ik leefde gewoon in een huis enzovoort. Maar precies in België heb ik een soort andere Afrika leren kennen. Ik moest dan, mensen wonen in een hut, mensen krijgen les onder een boom. Ik zat in een klaslokaal. Eten met hun handen? Ja, eten met hun handen, zo van die dingen. Maar dus, in het begin was dat een frustratie, maar dan was dat zo'n soort van kennis. Maar dat is een verbeelding. Maar wat is dat? Is dat eigenlijk eigenlijk uitgevonden in België of zo? Zo'n beetje dat. En ook zo, al die momenten dat ik in kunstgeschiedenis, dat ze praten over het Westerse kunstkanon, en dat ik zo'n beetje voelde van, ik voel me daar zo niet zo goed bij, maar ik weet niet waarom. Uiteindelijk was dat een gigantische bron van kennis daarna, want ik ben dan gaan beginnen lezen van, maar er is toch iets anders? Er hebben mensen daar iets over geschreven. Of ik weet nog zo een les in antropologie waarbij mijn medestudenten een antropologische analyse hadden gedaan over mulatten, dubbelbloede mensen. Ik weet nog, ik zat in dat lokaal met allemaal witte studenten rond mij en die deden een presentatie over hoe dat mensen zoals mij zich zouden moeten voelen.
Allee, maar ik vond dat zo een bizarre ervaring van, maar ha, moet ik hier iets op zeggen? Moet ik zeggen dat, ja, maar ik heb die analyse niet gemaakt? Ha? En ik ging daaruit met zo'n gevoel van, maar ik voel me hier echt niet goed bij, maar ik weet niet waarom. Dat is pas daarna dat ik dat allemaal heb kunnen plaatsen. Maar ik heb dat ook omgetoverd, die frustratie tot een kennis. Voilà. Maar ja, dus dat is zoiets als ik jullie hoor in de kunstopleiding van, ja, maar dat, soms is dat een beetje gewelddadig. Je buikgevoel zegt veel. Voilà. Ik ga daar nog op inpikken, omdat... Oh, sorry. Chokri, wil jij iets zeggen? Nee, maar iets heel kleins. Okay, probeer inderdaad, als veteraan, probeer van inderdaad bepaalde zwaktes een sterkte te maken. Gebruik dat. Maak daar voorstellingen over. Maar vooral, wacht niet, en zoals dat nu jullie gedaan hebben, wacht niet totdat iemand anders de toestemming geeft of met... Schiet zelf in actie. Probeer zelf dingen uit de grond te stampen. Hoe klein ook. En voilà, dat is belangrijk van... Ja, ik wou alleen maar zeggen, omdat jullie eigenlijk alle drie, denk ik, wel in de positie van regisseur hebben gezeten op een of andere manier. Soms in theater, soms in film. En we hebben het daar met ons vier ook heel vaak over gehad, dat als toekomstige beeldvormers of zo, hebben wij ook een impact op een of andere manier, groot of klein, op welke beelden dat wij schetsen van mensen. Ik heb zelf het gevoel dat gesprek heel weinig gevoerd wordt binnen kunstscholen misschien wel. Dat een enorme verantwoordelijkheid is. Als ik als witte maker kies om iemand van kleur te portretteren, dan is dat... zelfs daar kan een discussie over zijn van in hoeverre is dat mijn recht om een verhaal van iemand te vertellen. Maar dan mag ik dat zeker niet alleen maar vanuit mijn blik doen. Dan moet je heel veel ruimte geven aan de input van die andere mensen. Maar Annelien, wat er wel heel belangrijk is, en dat zeg ik ook tegen mijn studenten, want studenten komen vaak af, ook praktijkstudenten, die komen aan mij en die zeggen dan van ja, maar ik mag misschien dat niet doen. Ik mag misschien dat niet. Ik ben absoluut niet voor het censureren van dingen. Ik vind, je kiest voor kunst, ik heb voor kunst gekozen omwille van vrijheid. Om vrij te kunnen zijn. Alleen is het natuurlijk wel zo dat, ik vind, er zijn voor mij twee belangrijke aspecten die ik probeer mee te geven met mijn studenten, is probeer transparant te zijn. In die zin van, als je, voor mijn part, allee, mag je als blanke, zwarte mensen portretteren en zo verder, zoveel als je wilt. Allee, bedoel, het is niet omdat dat zwarte mensen alleen maar moeten geportretteerd worden door zwarte kunstenaars. Maar probeer daarin transparant te zijn. Probeer duidelijk te maken van, kijk, dit is mijn visie, weet je dat maar. Probeer de dialoog en de discussie die daar rond ontstaat ook op de een of andere manier artistiek vorm te geven. Dat is één zaak. Voor mij, en een tweede zaak, is voor mij heel belangrijk, iedereen krijgt er van langs. Dat is een stelregel bij mij. Als ik al iets begin, iedereen krijgt er van langs. Ook ik als regisseur. Want anders is het te veilig en weet ik wat allemaal. Dus dat is een tweede aspect, dat iedereen er van langs krijgt. En het derde is natuurlijk ook wel zo dat je altijd ook wel moet... dat je eigenlijk kijkt naar die meerstemmigheid. Dat vind ik toch altijd heel belangrijk. Dat die meerstemmigheid... Daarnet gaf ik een voorbeeld van Lieve Blankaart. Lieve Blankaart, ze gaat kwaad zijn op mij. Ze maakt wel mooie portretten. En weet ik wat allemaal. Ze doet haar best. Maar voor mijn part, in heel dat Zuid-Afrikaanse project, hoorde ik niet de stem van de Zuid-Afrikaan. En dat is problematisch. Dus die meerstemmigheid is ongelooflijk belangrijk. Voilà. Ik wil er gewoon aan zeggen, wat je daar beschrijft, die interactie, is iets dat heel vaak gebeurt. Maar gewoon, daar is ook een beetje een soort van ego aan verbonden. Het is oké om verkeerd te zijn. Dat is niet erg. Maar gewoon het toegeven en verder gaan. Voilà. En ten tweede, ik wil gewoon iets zeggen. Ik heb daar heel veel over nagedacht als zijn een kunstenaar van kleur. Weet je. Je zei van, die dingen is extreem gevoelig. Maar dat kan ook zo gebeuren dat je daardoor ook heel... Dat je jezelf censureert en dat je... totaal een blokkage is in je creatie. Want je weet niet meer, ja, maar die gaan dat dan zo, doe ik hetzelfde, ben ik wit eigenlijk of niet, of kan ik dat doen? Maar er is gewoon zo'n stelling dat ik ergens had gelezen, dat ik dacht van, maar deze werkt, dat raakt me wel, dat is als minderheid heb je eigenlijk weinig marge om jezelf kwetsbaar op te stellen. Hè? Dus je mocht, dat is eigenlijk vanuit die kwetsbaarheid dat je eigenlijk ook artistiek groeit. Voilà. En daarmee ook zo omgeven zijn door mensen die het eigenlijk vatten en hun kritiek of hun te aanvaarden en daaruit verder te gaan. Want blokkeert zijn dat dingen van ja, maar nee. En
artistiek kun je daar toch geen voldoening uit halen. Allee, denk ik, hè. Dat is wat... Ja. Nee. En weet je wat er dan nog interessanter aan is? En vandaar dat ons gezelschap Action Zo U Mij noemt. De Zo U Mij tentoonstellen van mensen is in die zin van dat je voelt dat de verlangens en de angsten die er zijn van de mensen op dat moment in de instituten, dat die eigenlijk hun angsten en hun fantasmen projecteren op ons. Met de migratieachtergrond. Die projecteren die angsten. Ik versta dat er nu angst is binnen die instituten. Die hebben zoiets als van, die wilden, gaan we die nog onder controle krijgen? Men heeft die angst van... de rollen die bijvoorbeeld iedere keer die men geeft bijvoorbeeld in films of in theaterstukken of weet ik wat. Vanaf het moment dat het eigenlijk dat je buiten die rollen stapt, dan is er angst. Dan is er angst. Dan is het zo van, dan is het heel snel en Rachida en Sandra gaan dat wel herkennen. Dan is er heel snel zoiets als van, wacht eens, ben je ondankbaar? Ik bedoel, je hebt toch de kans gekregen om hier te zijn, om hier te kunnen studeren. Ik krijg vaak, als ik op televisie in een talkshow zit of weet ik wat, en ik zeg van ja, maar doordat velen hebben gestemd bijvoorbeeld voor het Vlaams Belang, dat is een racistische daad. Dat wil niet zeggen dat de Vlamingen racistisch zijn, maar dat is wel een racistische daad. Waarom? Omdat je eigenlijk akkoord bent met de propaganda die gevoerd wordt. Wat werd ervan gemaakt, is dat je een racist bent meteen. Je bent zelf een racist, dus je krijgt eigenlijk meteen door een soort van mondigheid die er ontstaat bij die generatie, past dat niet in het patroon. Het past niet in het patroon, van le serviteur congolais die à son maître merci. Merci, 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 merci pour tout, merci. Ik wil daar gewoon nog zeggen, ik heb iets minder ervaring met talkshows zoals jullie, hè? Dus ja, respect aan de ouderen. Maar wat ik wel merk is zo'n patroon van... Ik heb een film gemaakt dat autobiografisch is. Hè? Dus ik heb dat aanvaard. I assume it. Hè? Maar dat was ook een beetje een soort van intern conflict om dat dan te doen. Maar uiteindelijk, ik aanvaard. Maar ik word dan wel vaak uitgenodigd in zo van die werkgroepen van mensen dat van zichzelf denken dat ze intercultureel of antiracistisch zijn. Waarbij dat ik voor mij wordt verwacht dat ik goedkeur wat dat ze doen. He, dus dat is zo'n soort van tendens dat ik merk, zeker dat neocolonialisme zo'n beetje in een soort van kanon is terechtgekomen, van mensen die daar heel intellectueel mee bezig zijn. En dat is nog iets dat ik probeer te ontmantelen en dat ik probeer uit weg te gaan. Ja. Maar dat is heel... dat is opnieuw die structuur van wij vertellen het even en jij bent er om even te zeggen ons goed te keuren. Hè? Want dan voelen we ons goed. Zoiets van geweten, Tina. Ik weet het niet zo goed, maar dat voel ik veel. Ja. Ja, maar dat kom ik ook heel vaak tegen in heel wat theaterhuizen ook die we begeleiden. Waarvan mensen ook denken van zichzelf, oké, wij zijn goed bezig, want wij zijn progressief en wij zijn, wij zijn echt wel, we weten hoe de wereld draait en hoe ongelijkheid werkt en zo zijn wij niet. En dan plaats je een spiegel en... blijkt dat dat toch niet zo fraai is, dat beeld. En dan krijg je eigenlijk een hele harde reactie van mensen die zichzelf dan in die spiegel zien en die weigeren te erkennen dat ze er zo uitzien. Hè? Dat het niet zo fraai is eigenlijk. Hè? Dat er nog wel wat werk aan de winkel is met hun ideeën en hun gedachten over etnisch-culturele minderheden bijvoorbeeld. En dan zie je toch wel een verzet van zo zijn wij niet. En mensen worden ook boos. Op degene die de spiegel vasthouden eigenlijk. Hè. Ik heb ook soms dat gevoel dat er zo, zeker vanuit dan de kunstensector, die zichzelf dan vaak als progressief en kritisch ziet enzovoort, dat daar soms nog de moeilijkste uitdaging ligt, soms omdat er wordt soms zo wat gezegd van je mag kritisch zijn, maar wel op deze manier en op ons tempo en op onze voorwaarden. En op het moment dat iemand dat dan doorbreekt, dan is het, ja, dat is dan toch te ongemakkelijk of zo. Dus er is heel veel zo de controle wel nog blijven houden, zelfs over de mensen die eigenlijk de controle willen doorbreken of zo. Dat gevoel heb ik soms een beetje. Dat zo... Ja, absoluut. Wat ik nu wel ontdek of leer van de jongere generatie, en wat ik echt ongelooflijk knap vind, is dat mensen nu zeggen van... dat is inderdaad niet mijn taak om u te onderwijzen of om u meer inzicht
te geven. Ga lezen. Er zijn ongelooflijk veel interessante auteurs over heel de wereld. Baldwin werd al genoemd. Lees hem, lees Fanon, lees Lord. Er zijn zoveel interessante auteurs die inzicht kunnen geven in mechanismen van racisme, van discriminatie, van machtsmisbruik, van kolonisatie. Ga dat doen. Doe dat in uw eigen tijd. En laat mij mijn ding doen. Ja, want ik heb niet veel tijd. Ik zit vol met energie en inspiratie en ik wil dat doen vooral. Ja, en hetgeen wat ik probeer te doen als maker, en soms lukt dat ook niet, is eigenlijk om wat de nar te zijn. In die zin van, ik heb nogal de neiging om dingen eigenlijk gewoon te gaan ridiculiseren en weet ik wat, zorg dat men eigenlijk ook geen vat op je krijgt. Men weet niet, is dat nu eigenlijk een intellectueel? Is dat nu geen intellectueel? Is dat nu iemand, is dat nu een Arabier? Is hij nu Vlaams nationalist geworden? Is dat geen Vlaams? En dat is natuurlijk de kracht van het feit van, als je begint te spelen met die stereotyperingen, dat je eigenlijk bijna als een nar door het leven gaat. Dat zorgt ervoor voor mij dat het voor mij leefbaar is. Dat het voor mij 20 jaar leefbaar is. Als ik het heel ernstig zou nemen, dan denk ik dat ik gevaarlijk word. Voor mezelf en voor mijn omgeving. Maar, en dat is voor mij wel belangrijk gegeven. Je kunt natuurlijk ook gaan negeren. Hè? Je kunt ook gaan negeren. En weet ik wat allemaal, maar dat is niet zo interessant, vind ik. Dus de nar zijn geeft op de een of andere manier een vrij plaats. Niemand gaat u ergens proberen te kunnen labelen. Doe gewoon dingen die tegenover elkaar zijn. Maakt, creëert verwarring, chaos. Maar het wordt niet altijd, kan ik zeggen, in dank genomen. Ja, ik wel zeggen. Ja, maar ik ben wel blij dat je dit zegt, deze voorbeeld. Ik heb onbewust toch vorig jaar op die manier aangepakt. Dus ik was de nar en ik lachte met alle ridicule stereotyperingen en ik hoorde dat, ik maakte dat belachelijk. En dan, ik wist niet of dat wel een goede manier was of niet, maar nu dat ik dat van u hoor, dus ik ga dat blijven. Dus, dank u. Ik zit hier nog altijd, dus... Ja, voor mij werkt dat eigenlijk niet op die manier. Ten eerste omdat ik absoluut geen humor heb, dat is al één. Maar het werkt ook niet omdat, ik word een beetje moedeloos van de realiteit van waar we in zitten vandaag. En 20 jaar geleden en 30 jaar geleden en 50 jaar geleden. En als je ziet wat de consequenties zijn van stereotypering, van discriminatie, van racisme op minderheden, op generaties, dan is dat gewoon om moedeloos van te worden. Als je kijkt naar de werkloosheidscijfers, naar de armoedecijfers, naar de cijfers van in het onderwijs, waarbij België constant, of Vlaanderen, heel de tijd in de OESO-rapporten tevoorschijn komt als een van de beste landen qua onderwijs, maar een van de allerslechtste landen als het gaat over discriminatie en achterstelling van etnisch-culturele minderheden binnen datzelfde onderwijs, dan heb ik zoiets van, het gaat over onze kinderen. Het gaat over onze mensen die op de een of andere manier, omdat er een weeffout is in het systeem, in de structuur van dit land, constant achteruit gezet worden. Ja, maar Rashida... Dat gaat over mensen die geen kans hebben om hun leven op een menswaardige manier uit te bouwen. En dat klinkt dramatisch en dat is ook dramatisch. Ja. Deze aflevering werd gemaakt door Inclusief. Inclusief is een jong, pas opgestart collectief. Wij zoeken in dit gesprek nog heel erg naar de juiste woorden. We proberen in ons taalgebruik zo inclusief mogelijk te zijn. Maar misschien hebben we zonder dat te willen toch mensen uitgesloten. Mochten jullie, kijkers, luisteraars van deze afleveringen, opmerkingen of bedenkingen hebben bij bepaalde woorden of andere dingen, staan wij heel erg open voor jullie feedback.